Vanaf zijn jeugd visualiseerde hij de bezetting van zijn lichaam als de poot van een grote mannetjesolifant die hem niets ontziend en misschien zelfs zonder het te weten neerdrukte. Die retraite is een 10-daagse therapie die begeleid wordt door Catherine Richards, ook wel Cathy genoemd in het boek. Cathy is een guru-achtige, hele krachtige therapeut die met diepgaande interventies werkt. De groep bestaat uit 5 mensen, die komen uit 5 verschillende landen. Het is een internationaal samengestelde groep. Ze hebben elk een eigen reden om in retraite te gaan. En nu zat ze amper een week later of all places in Nederland, omdat Marius had bedacht dat het pas geloofwaardig was als ze naar een geestelijke toertocht benoemd werd tot adjunct-directeur. 10 verloren dagen. Onuitstaanbaar. Het waren de woorden lieve jongen. Niemand noemde hem zo ooit. Zijn moeder niet, die had hem haar kleine vriend genoemd. Zijn vader zei makker tegen hem in een belofte van kameraadschap die nooit werd verzilverd. Suzanne had hem in hun begintijd onpersoonlijk schatje gedoopt. Maar ook die vlakke koosnaam raakte later in onmin. De onverhoedse tederheid van lieve jongen bracht alles in beweging en veroorzaakte een aardverschuiving die hem nu, 2 maanden later, suïcidaal had kunnen maken als de alles overheersende drang om lief te hebben de wanhoop niet overtroffen had. We gaan elkaar leren kennen, zei Cathy. In sommige opzichten zelfs beter dan je je naaste vrienden kent. Daar beginnen we vanaf nu mee. Probeer te vertrouwen. Ze haalde diep adem en legde haar handen op haar vlezige dijen die in een zwarte legging waren gepropt. Doe je ogen dicht, zei ze zacht. En dan begint het eigenlijk pas.